Een mens die stompt ontzettend af. Op het laatst ben je dus geen mens meer. We waren gelijk aan beesten. Even het Spaanse gevoel van Javier krijgen in Spanje. Heet Yvonne van der Hulk, maar ik werd een hulk. Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om gelukkig te zijn. Dit zijn mijn lievelingsbeesten, wansen. Schattig, hij is helemaal kaal geknuffeld. Mevrouw Griek, wanneer bent u voor het eerst gaan vertellen over wat u heeft meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog? Eigenlijk nu. Waarom heeft u tot nu toe er nog niet over verteld? Ik heb daar geen behoefte aan. Ik ben altijd een beetje bang dat mensen medelijden met je krijgen. En dat wil ik helemaal niet. Medeleven vind ik goed, maar medelijden vind ik niet zo leuk. Maar vandaag gaat u wel uw verhaal vertellen. Jawel, ja. Waarom gaat u nu over die drempel? Ja, omdat ik denk dat de mensen het ook moeten weten wat er allemaal voor vreselijke dingen gebeurd zijn. En dat er nog steeds mensen zijn die zeggen, wir haben es nicht gewusst. Vandaag, 66 jaar geleden, werd het concentratiekamp Bergen-Belsen bevrijd. Als door een wonder kan Mirjam navertellen hoe het Joods gezin Kriek, Westerbork en Bergen-Belsen heeft overleefd. De muziek van haar vader, Hans Kriek, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Er was altijd muziek bij ons. Dus ik denk dat ik zelfs al in de buik met muziek in aanraking kwam. En was u ook vanaf kind al meteen muzikaal? Ja. Mijn vader die was dus correpetitor. Dus die studeerde liederen in met mensen. En die mensen kwamen bij ons thuis. En daar was ik altijd aan het luisteren. En als die mensen dan weg waren, dan ging ik dat helemaal nazingen. Dus dan zette mijn vader, die zette me op een tafel. En dan zong ik dat precies na wat die mensen moesten zingen, ja. En als u zingen en praten vergelijkt, hè, waar zit voor u de meeste emotie in? In zingen. In zingen? Ja. Mijn vader, dan zei hij altijd, eten is voedsel voor het lichaam en muziek voor de ziel. En dat vond ik heel mooi. Mijn vader had een goed bestaan in Duitsland en was daar zeker een groot man geworden, wanneer niet in die tijd Hitler aan de macht was gekomen. Deze rotvent deed mijn ouders en zusje, die toen 2 jaar was, op de vlucht slaan. Hij was namelijk een grote jodenhater en wilde alle joden doden. Zij gingen weg uit Duitsland samen met veel andere joden en vestigden zich in Holland. En dat geschiedde in 1933. Zijn broer met zijn vrouw en zijn zuster met haar man en de 2 oma's zijn dus allemaal naar Nederland gevlucht. Als nu die oorlog er niet was geweest, hè, wat was dan in de lijn der verwachting waar uw vader terecht zou gekomen en hoe het gezin ervoor had gestaan? Nou, ik denk dat mijn vader wel een grote carrière had gemaakt in Duitsland. Was een rasmuzikant die alleen maar met muziek bezig was. Muziek, muziek, muziek. Ja. Van 's morgens tot 's avonds. Ik zei altijd, mijn moeder heeft 3 kinderen. 2 dochters en een man. En wat heeft hij u dan geleerd als vader? Alleen maar muziek. Ik weet nog, ik was 2 jaar en mijn zusje die was 5. En die zaten elk aan een kant van de piano. En dan pakte die een opera. Ik weet nog welke opera, dat was La Bohème. Die ging die van voor tot achter ging die er helemaal zingen en spelen. Met tranen zat ik daar aan die piano. Met 2 jaar? Ja, die opera die heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Dat is nu nog steeds mijn lievelingsopera. Ja? In 1941 werd het voor de Joden al erg moeilijk. En in vele gelegenheden mochten ze niet meer naar binnen. Er hing dan een bord aan de deur, verboden voor Joden. En ik mocht ook niet meer naar school. Maar als kind accepteer je dingen makkelijker dan als volwassen iemand, denk ik. En uw ouders, wisten die beter? Ja, die wisten wel beter. Hoe merkt u dat? Ja, in een hele manier van doen. Dat ze echt heel angstig waren. Want in het begin van de oorlog haalden ze alleen maar mannen op. Die moesten dan ergens werken of zo. En dan ging mijn vader, die ging in een kast. Daar hadden ze dus de achterwand eruit gehaald. En dan ging hij achter die wand. En als er dan iemand belde, dan ging hij meteen die kast in. En dan was hij niet thuis, zogenaamd. Dus geen achterkamertje in dit geval, maar je wilde in de kast. Ja. Ja.
In 1943 moesten wij onze woning verlaten om in Oost met vele andere Joden onze intrek te nemen. Dit deden de Duitsers met opzet. Dan hadden ze alle Joden bij elkaar en was het makkelijker om ze uit hun huizen te slepen en naar Duitsland te transporteren en in een kamp te zetten. Zo werden wij op een slechte dag ook weggehaald. Dus je zag zo'n hele kolonne soldaten aankomen. En toen hebben we gewoon een paar dingen in een rugzak gepakt en zijn gewoon vrijwillig naar beneden gegaan. We wisten gelukkig niet wat ons te wachten stond. Want als mijn moeder dat had geweten, dan denk ik wel dat ze de gaskaan open had gezet. Ja? Ja, want ze zeiden we gingen naar Duitsland om te werken. Tenminste dan de volwassen mensen. En dat je in een kamp terecht kwam, dat wisten we niet. Maar we gingen eerst naar Westerbork. En daar hebben we, geloof, 7 of 8 maanden hebben we daar gezeten. Hoe ging het leven daar? Nou, dat waren allemaal barakken. Waar iedereen zijn plek kreeg. En je wist natuurlijk niet wat er nog verder voor verrassingen kwamen. Als gezin mochten jullie bij elkaar blijven? Nou, mijn vader was altijd apart. En mijn vader die ging dus met kinderen in een kring ging hij zingen. Die ging meteen verder met de muziek? Ja. En wat gaf die muziek, die kinderen in dat kamp? Ja, een beetje voedsel voor de ziel. Was het dan ook even vergeten? Nou, vergeten kan je dat nooit. Nee. Maar even dat je even eruit even bent? Even afgeleid, ja. De grootste angst was dat je doorgestuurd zou worden naar Auschwitz. Want dat hebben wij wel gehoord, dat ze daar die gaskamers hadden. Tot 3 keer toe ontlopen Mirjam en haar familie het transport naar Auschwitz. Uiteindelijk gaan ze na 7 maanden toch op de trein naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Mirjam is dan 10 jaar oud. Wij kwamen terecht in Bergen-Belsen. Dit was tot nu toe het ergste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Weer werden wij in een veewagen gestopt. Want wat waren Joden anders dan vee? Het enige voordeel was dat ze daar geen gaskamers hadden. Maar je ging wel vanzelf dood. Naast ons was een strafkamp. Er waren allemaal heftelingen, noemden ze die, krijgsgevangenen. En die vielen gewoon bij bosjes om. En die vreselijke lucht van die verbrande lijken, dat was ook iedere dag. Maar iedere dag kwam er een vrachtwagen vol met allemaal dooien. Dan zag je, wij konden dat dus zien, we zaten daarnaast. Dan was er weer zo'n man die was overleden. En dan stormden al die levenden, die stormden erop af en trokken de kleren van zijn lijf. Dus die waren allemaal naakt. Want ze hadden natuurlijk niets om aan te trekken. Dus iedere dode, dat was weer een nieuw pakje. We hadden ook allemaal dysenterie. En vreselijke luizen, kleerluizen, hoofdluizen, beddenluizen. Dus we zaten onder het ongedierte. Maar waren er ook ziektes? Iedere avond was het luizenknakken. Luizenknakken? Ja. Oeh, dan krijg ik nog de rillingen. Ik deed het ook niet hoor, ik liet het mijn moeder doen. Het is zo'n vies gezicht. Die zaten vol bloed natuurlijk. Mijn vader die was dus normaal vrijgezet. Ik denk dat hij wel 100 kilo woog. Nu woog geloof ik 35 kilo. Het was echt een geraamte wat nog liep. Mijn vader moest ook werken in het kamp. Ja. Ja. Wij waren altijd alleen overdag. Als 2 meisjes waren jullie alleen? Mijn vader die moest naar een schoenenfabriek. Moest die schoenen uit elkaar tornen. En mijn moeder die moest in de keuken werken. Koolraap schillen. En wij waren de hele dag alleen. En 's avonds kwamen ze weer thuis. Wat deden jullie dan de hele dag? Niks. Rondhangen. En soms hadden ze hele vervelende geintjes. Dan gingen ze allemaal papiertjes in duizenden stukken over de grond gooien. En dan moesten wij al die papiertjes oprapen. En wat kregen jullie te eten? Ja, dat was eigenlijk helemaal niks. Het was net iets te veel om te sterven en te weinig om te leven. We kregen per dag 1 boterham... En 's avonds kregen we koolraapsoep. Dat was gewoon water met koolraap en verder niks. Het enige wat ons oppepte
was dat we zeiden, als we hier uitkomen, dan gaan we dit eten en we gaan dat eten en we gaan zus. Het zat altijd over eten te praten. Mensen die stalen ook van elkaar. Want mijn moeder die had het brood achter op haar hoofdkussen, onder de kussen, met haar hoofd erop. En één keer was ze even weg en toen was het brood ook weg. Zelfs gecultiveerde mensen, die waren geen mensen meer, allemaal beesten. Hebt u wel eens dingen gedaan waarvan die achteraf denkt... Ik heb ook gestolen, oh. Ja. Zonder schuldgevoel? Ja, ja, overleven. Overlevingsdrang is het sterkste drang in de mens, denk ik. En het gaat ten koste van alles. Was er nog iets van muziek in Bergen-Belsen in uw gezin? Ja, mijn vader had zijn gitaar daar ook, hè. En ook daar, heeft hij ook gespeeld, ja. En ook daar weer de mensen om hem heen? Ja, daar kwamen al die kinderen, ook volwassenen. Die gingen ook mee luisteren. Wat gebeurde er met de mensen om uw vader heen als hij muziek maakte? Nou, je zag op hun gezicht dat ze eventjes vergaten waar ze waren. Alle mensen kon hij bezielen met zijn muziek, met zijn geest. Was u dan trots op uw vader? Ja, ben ik altijd geweest. En de andere mensen? Hawa Nagila, dat is dat liedje wat ik bedoel, wat hij daar heel vaak gezongen heeft. Het is ook een heel bekend liedje. Hoe gaat dat ook alweer? Hawa Nagila, Hawa, iedereen kent het. Nagila. April 45, kort voor de bevrijding, moet het gezin Kriek mee met het zogenaamde verloren transport. Een trein met 2000 Joodse gevangenen die wekenlang zonder bestemming tussen de frontlinies rijdt. Waarbij honderden mensen alsnog sterven. De doodstrein. De doodstrein. Wat weet u daar nog van? Iemand zei, ze wilden ons op een brug zetten en dan de lucht inblazen. Was dat dan niet het moment om te zeggen, we vluchten? Waar naartoe? Dat kon niet. Nee, want er waren ook bewakers bij. En was er wel te eten? Ook niet. 14 dagen lang niks? Nee. Als we ergens stopten, op een station of zo, dan ging ik die trein uit en dan ging ik op rooftocht om te kijken of er ergens iets te eten was. En soms stond er wel eens een wagon met iets. Nou, dan heb ik daar even wat uitgehaald. Wat is nu het ergste voor uw gevoel wat u heeft meegemaakt in de oorlog? Ik denk die trein. Dat was het angstigste. Omdat je niet wist wat er ging gebeuren. En ook dingen die onderweg gebeurden. Dat mensen gewoon stierven. Die werden dan gewoon op het spoor gelegd. Geen begrafenis? Nee, er werd helemaal niet naar omgekeken. Een heleboel zijn in die trein nog gestorven. Had dat bij jullie kunnen gebeuren in het gezin? Zeker. Op 23 april wordt de trein bij het Duitse plaatsje Treubitz bevrijd door het Rode Leger. Als een wonder hebben Mirjam en haar familie de oorlog overleefd. En toen we bevrijd werden door de Russen, nu heeft mijn zus, die was dan ook maar 14 jaar, die heeft mijn moeder in zo'n bolderkar gezet. Want die kon helemaal niet lopen. En mijn vader die liep met een hele grote stok, liep die ernaast. En die hebben over een afstand dat je in 5 minuten kan lopen, hebben ze 1,5 uur gedaan. Hij moest om de 5 tellen, moest hij uitrusten. Dan ging hij ergens zitten. Dus ik heb toen een huis georganiseerd en alle bedden opgemaakt. En mijn zus, ja, die mensen zijn allemaal gevlucht. Duitsers. Het hele dorp is gillend weggelopen toen ze ons aanzagen komen. Dus dat kon gewoon een huis uitkiezen wat je wilde. Mijn zus die heeft toen eerst alle kleren van mijn vader afgerukt, wat hij helemaal niet goed vond. Die zat er vol met luizen. Die heeft ze toen op een hoop in de tuin gelegd en in brand gestoken. Met kleren die daar in huis waren, heeft ze hem aangekleed. En die hebben toen echt tijen in bed gelegen, dat ze helemaal niks konden. En eten? Dat moesten wij voor zorgen. Dan ging ik met die kar, en dan ging ik allerlei huizen af waar mensen gevlucht waren. En dan nam ik alles mee wat eetbaar was, dat in de kelder was. Mijn zus die was daar kwaad over, want die kwam met allemaal wekflessen met kersen en aardbeien. Zegt, wat hebben we daar nou aan? Je moet brood halen en vlees. Kon je dat aan om dat te eten? Nee, we waren heel verstandig.
We hebben alles heel voorzichtig aangedaan. Want er waren bij ons in die veewagen lag een echtpaar. En die vrouw die had zo'n lap spek ergens gehaald uit een huis. Die heeft die man die heeft heel gulzig dat spek opgegeten. En de volgende dag was hij dood. Dat kan dat lichaam niet verwerken. Omdat dus je zo lang nauwelijks iets te eten hebt. Dat kan dat lichaam niet hebben. Nee. Dus je moet heel voorzichtig moet je dat opvoeren met hele lichte kost. Dat anders dan, en uw ouders hadden dat door? Ja, die wisten dat wel. Voelden die zich veilig toen jullie bevrijd waren? Nee, die Russen, dat waren net beesten. Die hebben alle vrouwen verkracht die ze met de pakken konden krijgen. Ze zijn zelfs bij ons aan de deur geweest. In het huisje waar wij zaten. Waar dus mijn moeder en mijn vader half dood in bed lagen. En dan kwam er zo'n Rus binnen en die wilde mijn moeder pakken. En dan stak mijn vader, die stak zo zijn magere been uit het bed. En dan zei die vlektyfus en dan waren ze weg. Slim. Ja, heel slim. In juni 1945 kwamen we in Amsterdam aan. Dit was voor ons als in een droom. Na zo'n lange tijd weer als vrij mens in je eigen land te zijn. We moesten eerst geregistreerd worden en konden daarna het station verlaten. De zuster van mijn vader en haar familie haalden ons af. Dit was een ontroerend weerzien. Het was zo mooi dat ik het haast niet geloven kon. Maar van de 80.000 Amsterdamse Joden hebben het er maar 5.000 overleefd. Hans Kreek schreef daar een indringend lied over dat in 2010 wordt herontdekt. Mirjam wordt gevraagd om dat te zingen, omdat ze altijd al met haar vader zong. Hoe was het voor u om met dat lied aan de slag te gaan van uw vader, met ook die beladen tekst? Dat was heel erg aangrijpend. Je hoort ook af en toe mijn stem helemaal wegslaan. Ontzettend emotioneel, dat wou ik eigenlijk zeggen. Heeft u getwijfeld om het misschien toch maar niet te doen? Omdat het te emotioneel zou zijn? Heb ik eraan gedacht, ja. Ik heb ook gezegd, als het niet acceptabel is, dan laat je het maar een ander zingen. Maar ze vonden juist dat geëmotioneerde in mijn stem, dat vonden ze juist heel echt. En ze wilden het toch zo houden. In Amsterdam, daar staat een buurt heel verlaten. De huizen zijn verrotten in het weer. De straten zo stil vol met gapende gaten. Waar zijn toch die mensen? Zie ik ze nooit meer. Toen jullie als gezin terugkwamen in Amsterdam, hoe pakten jullie de draad van het leven weer op en de muziek? Ging gewoon automatisch. Je moet gewoon weer mee. Alleen mijn vader die had het een beetje moeilijk, want die moest weer iets opbouwen voor de derde keer zo'n beetje. Had uw vader nog evenveel plezier in de muziek? Altijd. Ja. Dat bleef ondanks alle toestanden in de oorlog? Ja. Wonderlijk, of niet? Ja, dat was zijn behoud, denk ik. En bij u? Ja, ik ben toen muziek gaan studeren, naar het conservatorium gegaan. Iedereen zei dat ik moest gaan zingen. En dat heb ik toen ook gedaan. Mijn vader was ook mijn fanclub. Die was echt helemaal weg van mijn stem. Vanuit de Hollandse Schouwburg zijn meer dan 50.000 Joden weggevoerd naar de concentratiekampen. Tegenwoordig is het een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Waar staan de namen van? Met de K. Hier. Dat is de moeder van mijn vader. Hoe is het voor u dat uw achternaam hier ook hangt, maar u staat hier? Een beetje indrukwekkend. Even bij de S kijken, bij de andere oma. Ik kan er niet bij.
Daar is de andere oma. Sternliep? Sternliep, ja. Beide oma's? Die zijn allebei opgepakt, ja. En we weten helemaal niet waar ze terechtgekomen zijn. En heeft u nou nog de behoefte om terug te gaan naar Westerbork en Bergen-Belsen? Nee. Nee. Was het wel goed om vandaag al die herinneringen naar boven te halen? Voor het goede doel wel, ja. Alleen om het door te geven aan het nageslacht. Componist Hans Kriek heeft talloze liederen geschreven. Waaronder Waar zijn de Joden van ons Amsterdam? Vandaag wordt het speciaal voor Mirjam uitgevoerd. Geschreven heeft en gecomponeerd. Wie dan? Vader. Ja, het is jammer dat hij het niet kon horen. Maar misschien als hij in de hemel is, heeft hij het toch gehoord. En hij zou er heel erg blij mee zijn geweest, dat weet ik zeker. Ik denk dat hij wel een traantje had gelaten als hij had kunnen horen. Heeft een van jullie een traantje moeten laten bij het zingen? Bijna. Ja. Waarom is het goed om dit lied te zingen? Het is wel goed dat iedereen hoort wat er dan ook echt is gebeurd. En dat we dat... voelen het ook heel erg. Ja, voel je het? Als we het lied zingen, dat is bij mij tenminste. Als ik het lied zing, dan voel ik wel mee eigenlijk. Heeft u uw vader gezien? Want hij is toch een beetje bij op de foto. Oh ja, wat leuk. Ja, je kan echt zien hoe die was, hè. Helemaal bezield.